Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Dus we kunnen lekker rustig doen in de... januari! Inderdaad. En we kunnen lekker rustig aan doen. Nog een paar nachtjes. We hoeven niet naar school. En nog een paar nachtjes vandaag slapen. En dan... relaxen. Nog een paar nachtjes slapen en dan is mijn vader jarig. Ja, Ferdinand is... 25 januari jarig. Dus feliciteer hem allemaal op die datum. Zeker doen. Hey, wie is daar? Ik. En wie ben jij? Kijk. Wat komt? Dat is mama. Jouw mama, hè? En mijn mama. Mijn mama. Oh nee, ze maken ruzie. Wow. Ik ben jullie mama. Is dat ook goed? Ik ga jullie denk ik in deze vlog maar eens leuk uitleggen. Dat dacht ik dat dat leuk leek. Hoe ik Ferdinand heb leren kennen. Dat ga ik jullie straks allemaal even vertellen. Dat is wel een leuk idee. Dus. Ik ga me nu eerst even wat eten. Even lekker ontbijten. Toch? Want Ferdinand die is beneden broodjes aan het bakken, eitjes aan het koken. Als jullie doordouwers zoeken, dan weet ik een hele goeie. Dat is Naomi dan. Oh, 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 oh. Ja. Nou, ik ben lekker gedoucht. En Ferdinand is even dat bed van, dat oude bed van Luciana naar beneden aan het brengen. Ja, en dan verder ga ik zo meteen jullie vertellen hoe ik Ferdinand heb ontmoet natuurlijk. Oh, en ik ben lekker broodjes aan het bakken, kijk. Kijk, dat ziet er lekker uit. Ik heb de gasfornuis al aangezet. Ik ga ook even eitjes bakken. Dus, ja. Zullen we even een eitje bakken? Yummy, yummy, yummy. De eitjes. Lekker vers gekregen van de boer. Dus ja, ze gaan even een paar eitjes bakken en dan laat je zo wel zien het resultaat. Kijk dames en heren, even eitjes aan het bakken en dan is er eentje kapot gegaan. Dat is nou jammer, maar dan is die voor Naomi. Goed, dus komen de kinderen ook zo naar beneden toe en Chantal, want ja, ontbijt is bijna klaar. Dus kunnen ze gaan eten. Want ja, dat zijn luilakken, die zitten nog boven. De ene ligt nog op bed, dat hebben jullie net wel gezien. En de anderen zijn ook al wakker, die waren vroeg wakker. Gisteravond zijn ze later naar bed gegaan, zouden ze uit gaan slapen, hebben ze gezegd. Maar toch niet, ze waren om 8 uur al wakker. Ah, voor hun doen ze het uitslapen, maar voor ons niet. Mogen we een keer langer blijven liggen, dan doen ze het niet. Mogen we maandagochtend, meestal, als we dan naar school moeten. Dan zijn ze niet uit hun bed te krijgen. Maar ja, dat zijn kinderen. In het weekend slapen ze niet uit en als ze niet uit moeten kunnen slapen, dan slapen ze uit. En als ze niet uit kunnen slapen, als ze uit kunnen slapen, dan slapen ze niet uit. Maar ja. Dus. Ik ben een beetje de ontbijtje aan het klaarmaken. Nou, kijk of we nog wat meer kaas nodig. Ja, de kaas. Ham. Daar ging wat naar beneden. Hebben we hier ook nog wat. Kalkoenfilet en dingen. Ik zag net ook kasselenrib staan. Dus even kijken of we nog meer hebben. Boter.
Dus nou, ik ga even de tafel dekken. De borden pakken. Nog één klein bordje, dan doen we twee grote borden op. Dus mijn batterij is bijna leeg, dus. Ja. Pak ik even een groot bord voor de eitjes. Kijk, eitjes zo. Hoppakee! En dan zijn de eerste vier eitjes klaar. Zul je het zien? Hier zo. Oh, lekker. Nou, ik zie jullie zo weer. Zo, ik had jullie beloofd om te vertellen hoe ik Ferdinand heb leren kennen. Hebben we elkaar leren kennen? Nee. Ik heb het gevonden. Bij gevonden voorwerpen. Met oud vuil zeker, of niet? Nee, bij gevonden voorwerpen bij de NES. Oh! Ik ging nooit met de trein. Daarvoor juist, dat heb ik je niet gevonden. In die periode had ik mijn straatangst, dus dat was ik niet. Nou ja. Nou ja, in ieder geval. Ik heb Ferdinand leren kennen via internet. Dat nou, klaar zou je zeggen. Nee, daar waren heel verhaal voor apart. We zaten de chatten met z'n tweeën. Ja, nou, je had toen de chat van, toen die tijd had je de muziekzenders, TMF. TMF chat had je toen ook heel op internet. Heel lang geleden. Heel lang geleden, jee, ik voel me oud. Maar 13 jaar. Ja, maar in ieder geval. 15 jaar geleden. Ja, dat is zo lang geleden. Wow. Ja. We waren alle twee 19, toch? 15 jaar geleden was ik 19 jaar. Ja, 19. Zij toch? 23. Vrouwen hebben altijd gelijk. Nee. Maar goed, ik heb hem dus weer kennen. Ik was 18 trouwens. Via de Team F-chat kwam er in één keer een privéberichtje naar me toe. Wil je met me chatten? Wil je met me chatten? Dat soort dingen. Noem maar op. Je weet het, hoe gaat het? Bla 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 bla. Gewoon netjes blijven. Gewoon normaal vragen van hoe en wat. En nou, op een gegeven moment waren we eigenlijk een beetje. Ik wou naar bed toe waarschijnlijk, was ook wel geslapen en doen. En toen vroeg hij dus om of ik MSN had. Kennen jullie dat nog, MSN? Wauw, dat was ook al heel oud. Het bestaat nu nog steeds, maar het heet nu Skype. Ja, inderdaad. Het heet nu Skype, maar vroeger was dat MSN Messengertje. Hartstikke leuk met al die dingen die je daar kon doen en zo. Emoties waren toen al. Inderdaad. Zo. Wow. Is echt oud? Nee, ja. Echt. Te yes. Oud. Inderdaad. En nou ja, daar ben ik verder gaan chatten. Nou, en toen zag ik zijn profielfoto. Wow. Ik had echt zoiets van... Nee! Maar ja, je moet nooit op het uiterlijk... je moet nooit op het uiterlijk afgaan. Want dat is nooit goed. Het innerlijke, wat hier zit, is altijd beter dan een uiterlijk. Hier zit niks. Nee, gevoelloos persoon. Ja. Maar goed. Jongen. Hoe heet het dus? Nou. We kunnen wel lol hebben. Nou, toen daar uiteindelijk een paar dagen verder gegaan en zo. En Ferdinand die bleef op een gegeven moment. Toen die tijd, periode was de kermis op de Malibaan. Ja, hele leuke kermis, woon ik om de hoek in ja. Die tijd. En Ferdinand had een paar keer aan mij gevraagd of ik naar hem toe wilde komen, want hij wilde heel graag met mij naar de kermis toe. Ja, gewoon leuk. Ja, alleen, het probleem was, Chantal, ik dus, zat met straatangst. Ja. Dus ik durfde niet mijn huis uit, ik dorst nog net een beetje een stukje mijn tuin in. En ik woonde toen die tijd al waar ik nu woon. In Woudenberg. Waarom zeg je dat? Nou ja, in Woudenberg. En met mijn moeder samen. En nou ja, in ieder geval... ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Oh ja. Op een gegeven moment, toen zei ik op een gegeven moment van... zal ik anders naar jou toe langskomen? Want ik denk dat toch... zo lang met elkaar zitten praten, denk ik. Zo'n een maandje of 2, 3... Ik dacht van, nou ja, ik wil je toch wel eens een keer een persoonlijk zien. Dus, nou. Ja, nee. Nou, kort verhaal, op een gegeven moment. Nou, toch, dat ze zei van, nou kom maar. Dus ik met de bus. Toen die tijd reed er een rechtstreekse bus vanuit Utrecht hier naar Woudenberg. Nou, ook niet meer. Zo lang is het al geleden. En
Nou, ik hier naartoe. Ik zoek, ik kon niet vinden. Op een gegeven moment had ik het gevonden. Want toen had je nog niet makkelijk GPS op je telefoon en wat dan ook. Dus dan moest je gewoon lopen en de weg vragen. Als je het niet wist. Terwijl het wel makkelijk was. Het bus had bijna om de hoek. Ja, maar dan moet je nog in een vreemd wilde stad waar niemand je kent, waar niemand je hoort. Ja, toch nog de weg zoeken. Nou, toen was ik aangebeld. En, was je aangebeld? Of had ik aangebeld daar zo? Was er eindelijk wel aangebeld? Stond ik, want ik hoorde de bel. En ik was op dat moment op mijn kamer. Ik was toen die tijd helemaal weg van Jody Benal. En toen was ik dus boven op televisie aan het kijken op mijn kamer. En toen hoorde ik de bel. Toen ben ik naar mijn moeder de kamer gegaan. En heb ik daar dus stiekem naar beneden gekeken. Dan keek je dus op de deur uit. En weet je wie de open deed? Mijn schoonmoeder. Helemaal niks, want ze is een hele lieve vrouw. Maar het is toch, voor de eerste keer dat je schoonmoeder open doet, dat is toch wel even wennen. Nou, wennen? Ja. Dat is gewoon schrikken. Of niet dan? Ja. Als jongen zijnde, dat er in één keer iemand open doet, dat je denkt van, oh my god, heb ik met haar zitten chatten of zo? Nee, dat weet ik niet, want dat had ik al. Als dat zo was, dan. Ja? Ja. Nou ja, in ieder geval, op een gegeven moment ben ik uiteindelijk maar naar beneden gegaan, want mijn moeder riep me natuurlijk. En dan is hij zo. Oké, dan gaan we kijken hoeveel het in. Nou, ik kwam beneden en het was niet de jongen die ik op die foto had gezien. Nee, het was een hele oude foto. Het was echt gewoon een hele andere Ferdinand dat het was. Ik was knap, ik had lange haar. Ja, hij had echt lang haar. Echt, Toen had ik nog haar, nu begint het begint weg te vragen. Dus, maar ja, dus uiteindelijk, even gekleed, wat gedronken volgens mij toen ook, ik weet het dan niet. Ja, toen zijn we naar boven gegaan. Nee, niet die rare dingen denken, maar we zijn gewoon boven wezen. Film kijken. Film kijken, ja. Ferdinand had gevraagd om film mee te nemen, of nou, we nemen sowieso al de film mee. Van The Matrix, want daar had hij het iedere keer over. En ik wist bij God niet wat The Matrix was. Dus ik zeg, nou neem dan een beetje als we dan door afspreken. Want ja, ik had zoiets van hebben afspreken. Laat hem maar een keer komen. Was het toen nog een videoband dat ik hem had? Of was DVD volgens mij. DVD, want had ik hem in mijn PlayStation toen volgens mij boven. Maar uiteindelijk dus, Ferdinand is mee naar boven. Film gekeken. Nou, ik heb eigenlijk zo gekeken. Ferdinand die keek zo, hoe die nu kijkt. Ik had zo. Ja, nou. Toen was de film afgelopen. Ben naar huis gegaan. Inderdaad. Met de laatste bus toen die tijd. Ja. Want ik moest naar huis toe. Ben je te laat weer afgesproken? Nee, toen zijn we nog gaan chatten op MSN weer. Ja. En, een week later, was het goed, die week daarop of die week daarop? En toen, toen hebben we elkaar eigenlijk verkering toen gevraagd. Toen al? Was het wel, ja, nou in ieder geval, ik had aangegeven dat ik het leuk vond. En jij mij ook. En dat we nog een keer gingen afspreken en dat soort dingen. Dus uiteindelijk een week of twee weken later. Ik weet een week meer. Of twee weken later. Nou, ik weer die kant erop. Want ja, zij ging niet naar mij. Ging niet die kant op. En toen was het zo van, nou, ik moest en zou teruggaan naar waar ik woonde, maar ik wou niet. Ik wou daar blijven. En het was gezellig, wel leuk samen. Maar ik moest met de laatste bus, moest ik naar huis gaan. Mijn laatste bus. Heb Ferdinand niet gered? Heb ik niet gered. Had hij kunnen redden, hoor. Toen ik belde op van, ik heb mijn laatste bus gemist. Die was voor mijn neus echt net weggereden. Nee, is goed, maar kan je niet thuis gaan gooien? Ik zeg, nee, want ze hebben geen auto of wat dan ook. Dus, ik bleef daar slapen. Wel apart te bedden, hoor. Ja. Dus. Ferdinand op de grond op een matras, ik gewoon in mijn eigen bed. Dus dat wel. Ja, dus, tot 's avonds laat. Toen lag ik naast hem. Toen lag ze naast me. Nou, dat geeft niet. Dus. Maar zo doen we op een gegeven moment, ja. Nou, zo hebben wij ons eigenlijk leren kennen. En sinds die tijd eigenlijk bij elkaar. Bijna. Ik weet het nog goed. 21 juli. Ik zeg 20 juli. 21, één van die twee dagen zijn we dit jaar al 15 jaar bij elkaar. Dat is een hele grote prestatie. Want we hebben heel veel dingen al meegemaakt. Ja. Dus
jaar. Maar we hebben altijd nog van elkaar gehouden. Altijd. Met de ups en downs. Maar dat doet iedereen. Heeft iedereen eigenlijk wel. Dus, maar ja, dat is eigenlijk een beetje hoe we bij elkaar zijn gekomen. Dus ja. Even kijken, Luciano is nu. Ook wat ik ook nog trouwens leuk vind om te vertellen. Toen ik Fernand dus ook leren kennen en zo. En eigenlijk net denk ik een maandje of twee verkering hadden. Begon ik dus al over kinderen. Ja. Heel erg, maar ja. In ieder geval. Ik wil heel graag kinderen. En ja, nou, ik zeg nou ja, ik ben nog veel te jong. Ik wil nog een paar jaar wachten. En eigenlijk rond mijn 30ste de eerste kind krijgen. Ja, dat was 3 jaar. Het zou 3 jaar geleden zijn. Ik heb mijn laatste kind gekregen. Dat was Naomi. Naomi. Maar, nee, dat was alweer 2 jaar later. Maar in ieder geval, ja, toen had hij Ferdinand dus in 1 keer een naam in zijn hoofd zitten. Dat was Luciano. Toen heb ik ooit gezegd, dus als wij een zoon krijgen, wordt het Luciano. En nou ja. Eerste kind dat wij uiteindelijk kregen in 2007. Was een jongen. En die heet dus Luciano. Of Luciano, hoe je het uit wil spreken, maar ik krijg niet uit de klem. Luciano. Echt op zijn Italiano's. Dus, Italiaans. Nou ja. Nou, en dan in 2009, toen kregen we Angelina. Wat als cadeautje eigenlijk aan kon zwaaien. Maar ja, zij had Ashley als naam. En toen zei ik, nee joh, Ashley, dan krijg je allemaal van die rare namen. Maar Ashley de Pesley en dat soort dingen. Dus ze hadden wel als tweede naam, maar niet als eerste naam. Nou ja, in ieder geval. Dus die heeft 2 namen. Angelina is naar Angelina Jolie genoemd, want ja, nee. Mannen. Die houden weer van zo'n mooie vrouw, hè. Dus, nou ja, toen in uiteindelijk. Toen die tijd, hè, was ze mooi, hè. Niet nu meer. Dus even wachten. Toen die tijd was ze mooi. Kijk maar een jaar of 8 geleden. Kijk maar op internet hoe ze er toen uitzag. Laten jullie dat ook wel hier in de vlog zien. Maar. Ja. Nou ja, en toen uiteindelijk dus 2009 dus Angelina dan gekregen. En ja, met heel veel ups en downs ook. Ja. Ze was niet gepland en noem maar op. En dat soort maar dingen. Toch, ja. En dat was ook een zware periode voor ons leven. Ja, zeker. Maar uiteindelijk doorheen gekomen. Ja. En toen pas, even kijken, 7 jaar later. Ja. Pas 7 jaar later kwam Naomi. 7? Ja, 7. Want Naomi is nu 2. Die wordt dit jaar 3 jaar. Dus. 2019, 11, 12. Julia was 6. 6 jaar later. 6 jaar later. Ja, 6 jaar later. Kwam Naomi. Ook als cadeautje aanvliegen, want daar heb ik dus een lekkere burn-out van gehad. Ja. Nou ja, uiteindelijk ben ik super blij met hem. Want, ja. Ze is gewoon enorm lief. Echt super. Echt, ik ben benieuwd wat zij later natuurlijk gaat worden. Hoe ouder ze worden, hoe vervelende af en toe ze kunnen zijn. Ja, het is net zoals zij hoor. Maar ja, het karakter hebben ze van Ferdinand. Nee. De looks. Nee, wie is de knappe? Wie vind je knappe? Ja, nou, wie vind je knappe? Mij of Ferdinand? Of de kinderen. In de weet je wat, wij maken het helemaal niet uit wie de knapper is. Dat wil zeggen, het moet gewoon binnenkomen van je karakter uit. Is goed. En we hebben ook al meegemaakt van, ik heb ADD. Dat heb ik pas toen ik een jaar of 28 of zoiets was te horen gekregen. En ja, Luciano 3 jaar daarna te horen gekregen. En nu zijn we met Angelina bezig, kijken of ze dat ook hebben. En dan zeggen ze wel van, ja, we zien het wel. En, ja, dat soort dingen. Maar ik ben nog overtuigd van dat het niet alleen te maken heeft met wat ze toen die tijd al meegemaakt hebben of wat dan ook. Maar dat het gewoon ook is, want ze let gewoon niet op. Vandaar dat we dus ook nog, dat ik van de week dus de afspraak had bij Riozorg. Ja. En we hebben over 2 weken weer een afspraak met nog meer uitslag erover. Want ze zijn weer om de tafel gegaan. En gaan ze dus dat ook weer uitspreken wat hun dus nou weer hebben besproken. En daar hebben we ook nog een gesprek met school en Riozorg. Dus ja. Het is,
ja, even afwachten wat daaruit gaat komen. Maar dat horen jullie wel in een nieuwe vlog. Ik, ja, wat ik al zei, ik wou dus vertellen dat, hoe wij dus bij elkaar zijn gekomen. Nou, dat is op die manier gebeurd eigenlijk. En verder nog kijk ik altijd zonder. Ja, daar kan ik niks aan doen. Ik heb 8 jaar geleden. Voordat Luciano gekregen. Voordat Angelina geboren was. Tussen Luciano en Angelina in zat, heb ik een uitval gehad aan mijn linkerkant. Dat kan je heel goed zien aan mijn ogen. Aan deze kant van mijn ogen. Ik zal even wat dichter komen. Deze wat dichter dan die kant. Mijn mondhoeken, ja, dat zie je nu niet zo erg. Als die lacht wel. Ze gaan niet omhoog. Zie je? Niet zo. Deze kant blijft een beetje striel. Kijk, als ik mijn wenkbrauw omhoog doe, dan blijft die ook wat minder naar beneden toe. En, ja. En mijn oog is wat kleiner geworden. Maar voor de rest, ja, ik heb er niks aan overgehouden, gelukkig maar. Want ze dachten eerst dat ik een tier had gehad. Ik lag over allemaal plakketjes en zo. En ik heb niks tegen haar gezegd toen die tijd. Zo, dat was boos toen. Ik had zoiets van, ja, nou, er is toch niks aan de hand. Ik ga even snel naar het ziekenhuis toe. En ik weet niet, heb ik dit toen verteld dat ik in het ziekenhuis lag? Later volgens mij. Heb ik niet in het ziekenhuis zelf gebeld van, nou, ik moet toch even bellen, want ik... Ik weet het niet meer, het is zo lang geleden. En ja, ik schrok toch wel van dat op een gegeven moment al die toeters en bellen over me heen gingen en zo. Dat is al gebeurd op mijn werk. Mm-hmm. In één keer vanuit het niets, in één keer pap. Ja. Dus daar heb ik jaren hersteld van. Mm-hmm. Ja. Maar goed. Nou, zoals jullie nu horen, zijn we dus al hoeveel jaar zijn we al? 15 jaar bij elkaar bijna. Dat is nu 14,5. 15 jaar bij elkaar inderdaad. Dus, en er komt nog wat leuks aan. In de zomervakantie. Er komt nog een kind! Oh nee. Nee. Ik wil wat leuks gaan doen. Om dat toch te vieren, wil ik toch wat leuks gaan doen. Maar dat moet we kijken. Gaan we dan kijken of wat we gaan doen. Maar voor nu gaan we deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie ons levensverhaal super leuk vonden. Duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En druk op het belletje. En we zien jullie bij een nieuwe vlog. Tot ziens. Ciao.